Jij krijgt de speciale SVZW Human Race bokaal. Ja! Heel goed! En jij krijgt de wildcard voor het grote evenement. De Human Race Kids of the Core. Alsjeblieft. Allemaal applaus voor jezelf. Volop enthousiasme bij SVZW in Wierden afgelopen zaterdag. De voetbalclub organiseerde in samenwerking met de U-Man Race een obstacle run voor de jeugd. Twente FM nam er een kijkje. We staan hier vandaag bij SVZW in Wierden, waar een obstacle run georganiseerd wordt voor de jeugd. Ja, zeg eens, wat moeten de kinderen hier allemaal doen vandaag? Klopt, we hebben hier een obstacle run georganiseerd samen met gemeente Wierden, Stichting De Wellen, de Human Race en SVZW natuurlijk. En we hebben hier een elftal obstacles gisteravond en vanochtend opgesteld. Met elkaar, met wat vrijwilligers van de club en met de Human Race. En we zien hier een trap achter ons waar ze overheen moeten. We hebben een buis waar ze doorheen moeten. Netten waar ze onderdoor moeten klauteren. En eigenlijk probeert de Human Race hier, de echte Human Race, na te bootsen voor de kinderen. Ja, inderdaad. En daar mogen leden aan meedoen, maar ook niet-leden. Correct. Ja, we hebben dit georganiseerd als opening van het seizoen. Volgende week begint de competitie voor de jeugd. En daarbij willen we ook de niet-leden en de Wierdense jeugd kennis laten maken met onze club, met SVZW. En zo kunnen zij al spelenderwijs hier onze vereniging zien en kennis maken en wellicht direct inschrijven. Zijn jullie een beetje moe? Ja. Jullie hebben het allemaal super, super goed gedaan. Ja, we hebben samen met SVZW voor de jeugd een parcours samengesteld met 12 obstakels. En we maken een mooie dag voor de jeugd. Ongeveer een tijdblokje van 3 kwartier gaan we de warming-up doen. Daarna gaan we een instructieronde doen en vervolgens gaan we een teamwedstrijd en als afsluiter een grote finale wedstrijd doen. Ja. En, de bedoeling is om kinderen lekker te laten bewegen en bekend te laten worden met obstacle running. Ja, inderdaad. En dat zijn dus verschillende obstakels. Kan je er eens een paar uitlichten die ja, hier zeker. Staan? We hebben, daar hebben we natuurlijk een hele mooie Land Rover staan van Münsterhuis. Waar de kids onderdoor moeten kruipen. We hebben iets verderop staan de up en over. Balken waar ze onderdoor en overheen moeten. Netten waar ze onderdoor moeten. Een buis waar ze doorheen moeten. Pallets waar ze overheen moeten klimmen. Dus een heel gevarieerd parcours. Eigenlijk alles wat ze in het groot normaal gesproken bij onze race tegenkomen, komen nu in het klein aan bod. Zeg maar. Ja, en het is om de jeugd een beetje... Nou ja, actief te houden, zo net voor het seizoen in dit geval. Dus volgende week begint het voetbal weer. Ja. En doen jullie dit ook bij meerdere verenigingen, bij voetbal, maar ook andere sporten? Ja, zeker. Nou, omdat ons grote evenement nu al 2 jaar niet door mag gaan, hebben we andere initiatieven ontplooid om toch kinderen en volwassenen in beweging te zetten. Zo hebben wij de scholentour hebben gedaan. En vanuit die tour kwamen ook vragen vanuit de sportvereniging of wij dat ook niet voor de jeugd van de sportvereniging wilden organiseren. Nu zijn we bij De Zweef geweest, bij DES, Blauw-Wit, Daleveen en nu bij SVZW. Ja. Om dit te organiseren voor de jeugd. Dus een combinatie van en kennis maken met obstacle running, maar ook wel een fysieke... training om de kids weer lekker op peil te krijgen voor het nieuwe seizoen. Wordt er positief op gereageerd? Ja, kinderen zijn heel erg tevreden en blij komen ze hier weer vandaan wanneer ze klaar zijn. En ze krijgen hun oorkonden, ze krijgen wat drinken. Ik moet zeggen, ze zijn allemaal heel erg positief. Ouders zijn heel erg positief. En ze krijgen ook kennis van een andere sport. Het is met name voetbal wat wij hier dan beoefenen. Maar met de Human Race komen ze ook in aanraking met een obstacle run en het hardlopen als het ware. Dus zijn heel erg blij, ja. Ja. En voor welke jeugdleden is dit nou georganiseerd? Voor welke leeftijdscategorie? We hebben het vanaf de minis, dus leeftijd 5, 6 jaar, tot en met de jeugd onder 12. En daarvoor hebben we het georganiseerd.